De Vapiano in Tilburg was gisteren slachtoffer van een 1 april grap. Ja, het begon rustig met eigenlijk hetzelfde gangetje, dagelijkse gang gewoon. Totdat we een paar telefoontjes begonnen te krijgen met een tweede pizza gratis. Een vriendengroep hing een banner boven het Vapiano logo waarop stond alleen vandaag tweede pizza gratis. Waarom deze hele program? Een vriend van mij, Menno Haans, die woont dus al een tijdje boven de Vapiano. Ik zelf ook, alleen ik ben aan de achterkant, maar aan de voorkant. Mm-hmm. En we hadden al een tijdje met het idee te spelen om daar een keer iets mee te doen. En 1 april is natuurlijk perfect daarvoor. En nou is het helemaal mooi dat hij ook nog recht boven het Vapiano logo woont. Dus het was eigenlijk al snel 1 plus 1 is 2 om daar iets mee te doen. Dus toen hebben we het in onze vriendengroep gegooid. En toen is dit eruit gekomen en mijn banner besteld. Dus dat was wel mooi. We waren eerst verbaasd. Maar echt van, we hebben geen tweede pizza actie. We hebben geen actie voor tweede pizza gaat. Wel met de knaakpas voor studenten, dat je dan een tweede pizza gaat kan halen. En na de zoveelste telefoontje was echt zoiets van, ja, maar we zagen een banner hangen. En toen was echt zoiets van, welke banner? En toen liep mijn collega naar buiten en ging kijken. En die zag dan ook echt van, er staat echt iets. Dus we waren echt voorbereid. En dat kunnen we gewoon echt waarderen. Het was echt geweldig. Velen hebben de grapjes uitgehangen op 1 april en hielden familie of vrienden voor de gek. Op sociale media waren er veel berichten van ook bedrijven en beroemdheden met originele grappen.